beste mensen. Ik heb het gevoel dat mijn park zo gigantisch druk wordt dat ik gewoon de paden moet verbreden of zo. 630 man. Ongelooflijk. En ik zit nog maar bij jaar 1. Tot na de intro. Okay, people, let's go to work. Ja, mensen. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Rollercoaster Tycoon. En dit is wel een van mijn favoriete games. En ik hoop dat het ook leuk is voor jullie om naar te kijken. Want mijn park ziet er al heel shun uit. En ik heb alweer heel veel verdiend. En dat komt voornamelijk door deze verschrikkelijk leuke achtbaan. Namelijk de Chocolate Log. En de Chocolate Log is dan zeker niet de enige achtbaan. Dan hebben wij nog deze achtbaan die minder wordt bezocht. Namelijk maar 680 klanten. Dat is echt te weinig. En mensen zeggen zelfs van ik kan het niet betalen. Dat is logisch aangezien we hele dure achtbanen hebben in het park. En een van de duurste achtbanen is toch wel samen met deze de duurste. Maar dit is dan de minst duurdere van die dan. Dat is de White Wash. En ik schaam me dat. Zo, de witte moet weg. Zo. En deze achtbaan is eigenlijk. Hij wordt goed beoordeeld. En goed verdiend. En ja. Ik maak er gewoon een normale entrace van. Een wooden entrace. Dat lijkt me het beste. Ik vind het leuk dat kleine topje ook. Vind ik hartstikke leuk. Ik ga de baan eens even volgen. Want dat lijkt me leuk om dat eens te doen. Gaat hij onderdoor. Het is een heel compacte achtbaan dit. Heel erg in elkaar gebouwd. Maar dat geeft niet. Want het ziet er echt heel leuk uit. Ik denk dat hij vanaf deze kant ook wel heel veel kan zien. Daar gaat hij. Gaat hij naar beneden. Dan gaat hij achterdoor. Heel compact, maar ontzettend gaaf gedaan. De layout is ontzettend krap en fijn. Ik ga eens kijken, wat kunnen wij nog meer bouwen? Het lijkt me leuk om hier in het midden zelfs ook een attractie neer te zetten. Maar dan ga ik eerst kijken wat we allemaal hebben. Want we hebben niet zoveel namelijk nog. Ik heb, de rit in de kar is het enige wat we nog over hebben. Sorry dat het er niet goed in beeld stond. Achtbaan hebben we goed. Boomstam hebben we al gebouwd. We moeten eigenlijk wachten op een nieuwe attractie. Klinkt een beetje lullig, maar het is echt zo. We moeten echt wachten op een nieuwe attractie. En we gaan eens kijken op ons gemak. Wat is er allemaal in de research? Even kijken hoor. Pirate Ship. Komt 22 oktober. Dat is gewoon over een paar dagen. Dan hebben wij piratenschip. En wat is de maximum funding? Ik betaal 400 per maand. Ik denk dat ik dat maar ga doen. 400 per maand betalen is gewoon best wel veel. Maar ik heb gemerkt dat ik best wel veel verdien met dit park. En ik denk dat ik hier het schommelschip ga plaatsen. Op deze plek. Dat vind ik heel mooi. Dat er ook een beetje achter in het park wordt besteed. De aandacht wordt besteed. Wat ik ook kan doen is dit stukje even plat maken. Dat kost aardig wat geld. Maar het valt mee. Zo, huppakee. En dat we hier dadelijk het pad laten doorlopen naar achter. En waarom? Omdat ik dit ook plat wil. Zo. Allemaal plat. Dit ook plat zo. Huppakee. Ik vind het wel gaaf hoe je zeg maar in deze achtbaan, als die vertrekt, dat valt me nu op. Als die vertrekt, dat je zeg maar gelijk naar onder gaat. Na de bocht dat je gelijk naar beneden gaat. Ik ga hem eens volgen nog, dat stuk, want dat had ik nog helemaal niet gedaan. Kijk, je gaat hier gelijk naar onder. Even de ondersteuning uitgedaan. Kijk, je maakt een bochtje. En je gaat gelijk binnendoor. Dan maak je een bocht. En dan ga je gelijk beginnen aan de achtbaan. Dat is fantastisch gaaf gedaan. Dat vind ik echt heel gaaf. Dat hebben de makers echt leuk gedaan. Ook zo, zeg maar, dat hout hier zo. Dat kan je ook allemaal maken. Dat is heel, heel vet gedaan. Ik vind het een hele leuke keuze dat je eigenlijk van de forest, van de bosnatuur, gaat naar een woestijngebied. Dat vind ik fantastisch gedaan. Dat is heel goed gekozen door de makers. Echt heel gaaf. Ik wil wat cactussen. Waar staan de cactussen, mensen? We hebben geen cactussen? We hebben toch wel een cactusje? Hier moet een cactus tussen staan, maar we hebben ze niet eens. We hebben geen eens cactussen. Dan ben ik ze allemaal aan het verwijderen en kunnen we ze niet eens. Oh, hier. Goedemorgen. Ik wil hier een paar cactusjes plaatsen. Dat is wel realistisch.
En we hebben die nieuwe attractie. Kijk eens, tussen het dorp praten door hebben we het schommelschip. En het schommelschip wil ik dus plaatsen. Ik denk dat ik dat hier wil. We moeten wel een beetje uitbreiden nu. Ik wil hem trouwens wat verder naar achter. Een beetje echt hier in die hoek. Zo. Dan maak ik een beetje een pad zo. Want ja, als je meer mensen krijgt in je park, dan moet je gewoon uitbreiden. En ik denk dat dit het beste is wat we kunnen doen. Hoppakee. En dan moeten we het hier nog ook een beetje plezant maken. Nou, dat weet ik het goed gemaakt. We wachten gewoon totdat er een nieuwe attractie wordt uitgemaakt. Ik wil geen transportattractie. Ik wil geen rollercoaster. Ik wil een trailride of een gentle attractie. En een rollercoaster mag op zich ook wel. Zo. En we hebben winst gemaakt. We staan maar één keer in het rood. 1 maand. Ik zal deze ook gelijk openen. Want nu lopen de mensen naartoe van heel enthousiast, maar hij is niet eens open. En ik maak 1,50 is wel goed, denk ik. Hij gaat 7 keer heen en weer zwaaien. En nou, het zei het zo. We kunnen hier misschien nog wel wat eten- en drinkraampjes plaatsen. Het wordt altijd wel goed beoordeeld, denk ik. Wat je ook kan doen is trouwens dit. Kijk, je plaatst bijvoorbeeld allemaal zooi. Je doet er helemaal niks aan. Je hebt ook een wc'tje hier in het hoekje. Zo. En dan zeg je van deze knop. En dan zeg je alles open. En dan opent hij automatisch alle... Oh, dat doet hij dus niet. Oh, dan moet ik wat anders doen. Wacht, dan moet ik naar deze. En dan open al. Dit is gesorteerd. Zie je? Er is trouwens nog een restroom niet geopend. Dat is die. Dat is de wc. Wat we nu ook gaan doen is wat bankjes neerzetten. Want mensen gaan überhaupt sowieso kotsen bij... bij de attractie. Sowieso, dat is een kotsattractie. Ja, dat is gewoon een schip. Dat vraagt om een wc. Dan moet je gewoon, ben je gewoon verplicht om een wc ernaast te maken. Is gewoon zo. Nou, we hebben 8,000. We hebben nog geen nieuwe achtbaan. Ik heb van alle achtbanen nu eentje in het park. En ik zie echt heel veel kots hier liggen. Dus ik ga sowieso een extra mannetje aannemen hier. En die mag sowieso even een paar paden gaan vastmaken aan zijn routine. Zo, hoppakee. En ik hoor echt achter elkaar mensen kotsen, joh. Moet je kijken, hier zo. Mensen gaan lekker om hun bankje zitten. Zo. Nou, er gaan een paar in de piratenattractie. En zo verspreidt hopelijk de drukte van de achtbaan rechts onder mij. Hier zo. Verspreidt hopelijk een beetje naar de andere kant van het park. Want de hele wachtrij staat non-stop vol. Echt waar, daar gaan mensen in de weer niet weten. En ik durf hem niet duurder te maken. Ik maak hem toch 20 cent duurder. Maar ik denk dat er nu al mensen gaan klagen over de prijs. Nee, nog steeds niet. Oké. Nou, dat gaat goed. Daar verdien ik het meeste geld aan, denk ik. Deze ga ik wat goedkoper maken, aangezien we die duurder hebben gemaakt. En deze kunnen we op zich wel 5 euro maken. Houden. Nou, de draaimolen gaat ook geen reet in. 70 cent. We gaan niet goedkoper. En deze gaat ook niemand in, wat ik niet begrijp. Wat zeggen mensen over die attractie? Your park has received the park with the best restroom. Oh, we hebben een award gekregen, ik laat het zien, voor de beste wc's. Wauw. Nou, beter. Ik vind het alleen maar goed. Nou, kom op jongens, we moeten in die treintjes gaan. 1 euro. Goedkoper ga ik niet. Kijk, er zitten wel een paar mensen in en het gaat regenen. Dat betekent cash voor de infokiosken. Ik ga er weer... mensen gaan nu ook parapluutjes opentrekken. Dat zou je dadelijk zien. En dan zie je precies dat mensen echt ontzettend veel hebben gekocht. Let maar op. 31 umbrellas sold, 33. Hier zie ik er 47. Eenmaal allemaal 48. Het gaat echt hard hoor. Als het gaat regenen, moet je eigenlijk stiekem dat wat duurder maken. Maar dat doen we niet. Ik ben zo niet. We wachten gewoon even lekker. Mensen kopen toch wel die parapluutjes. Dat is echt fantastisch. En hier ligt trouwens heel veel kots. Ik ga er iemand naartoe nemen, zo. Staan hier trouwens wel bankjes aan de uitgang? Even kijken. Nee, volgens mij niet, hè? Schande, Vince. Ik heb eerst bankjes neergezet. Vandaar de kots. Nou, zoals je ziet, mag het lekker doorregenen, is het niet erg. Heel veel mensen hebben al een parapluutje gekocht. Nog niet zo heel veel. Dus wat ik nou kan doen, is gewoon een beetje goedkoper maken, die parapluutjes. Nog net eventjes voordat...
De regen komt. Iedereen koopt nu net nog een parapluutje. Koop maar mensen, koop maar, koop maar. Ze staan ervoor, de kiosken. Ze staan ervoor. Nou, ik denk dat het aardig wordt verkocht. Valt nog mee. Ik had meer verwacht. Hoppakee, en ik maak ze weer lekker 3,50. Vind ik wel lekker. Dan heb ik 1,50 winst. Nou, dat is mooi. Het gaat goed met het park, denk ik. Ik weet dat ik hier nog wat thematisatie moet doen, maar er is weinig te bouwen. Ik kan dan enkel met deze dingetjes werken. Dus je kan hier wel een heel klein huisje maken op zich. Misschien is dat wel leuk. Heel knus huisje maak ik. Met daakjes. Uiteraard met daakjes. Zo, dat boompje gaat weg. En zo. En dan wil ik hier nog een klein torentje maken. En dat torentje maak ik dus hier aan vast. Zo. Voilà. Et voilà. Oulala. En dan maak ik er weer zo'n puntdakje van. Zo, hoppakee. Let op. En plop. Er zitten ook amper raampjes in en zo. En geen deurtjes. Kijk, dan moet je die klappendeurtjes gebruiken. Zo. En achterin nog even een twee raampjes. Zo, hoppakee. Hartstikke leuk, zo'n gebouwtje. Leuke thematisatie. Een beetje zo ja, hoe zeg je dat? Ik weet het niet. Ik maak hier nog een huisje. Vind ik wel leuk. Even kijken, hoe gaan we deze maken? We gaan de cactus erin opsluiten. Nee, doen we niet. Dat vind ik gemeen. Je moet niet een cactus zomaar insluiten zonder dat hij wat heeft gedaan. Vind ik onzin. Ik hoop dat er binnenkort weer een nieuwe attractie komt. Want ik zit eigenlijk wel te popelen om iets nieuws neer te zetten in het park. Wat we nou gaan doen is weer die daken gebruiken. Die zetten we hier tegenaan zo. En er is nou toevallig de swinging coaster. Zeg maar even niks. En ik ga lekker nog niet kijken. Ik ga eerst dit gebouwje afmaken. Met wat raampjes erin. Zo, en hier een raampje. En dan komt hier nog een raampje. En aan de achterkant komen nog wat raampjes. Zo. Zo, hoppakee. En dan hebben we een beetje een sfeertje gemaakt, hè? Leuk. Nou, ik zou zeggen mensen, bedankt voor het kijken. De volgende aflevering zie je wat voor achtbaan we erbij hebben gekregen. Dus zeker weten blijven kijken. Doei!